Nou, voor het eerst enigszins gelukt. Hij is een beetje ingestort hier, maar verder heb ik hem op het bord. Goedemorgen, het is woensdag vandaag. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En het is ochtend en ik heb hier een heel klein meisje. Die gaat zo met mijn moeder mee. Die hebben een oma-kleindochterdag. Ja, want eerst gaan we zwemmen en dan cupcakes. Cupcakes bakken, ze gaan een spelletje spelen. Dus die wordt zo opgehaald. Die eet ook bij oma. Dus die zie ik vanavond pas weer. Dus nu nog even heel veel knuffelen. Ja. En die is nog de ontbijtje aan het eten. En warme handen heb ik. Ja, je hebt hele warme handen. Jij niet. Dus ik heb nog heel wat dingetjes te doen, schattig. Dus dat gaat toch wel snel. Schattig mama. Oh, dank je wel. Schattige mami. Zo, ik baal echt. Wil ik dus mijn nieuwe lotion omdoen die ik gisteren gekocht heb. En het deed echt pijn langs mijn arm. Zie ik dit? Heb ik het scherp? Hij is gewoon kapot. En het is echt uitstekend metaal. Dus zomaar terug naar de winkel. Wauw, want ik vind hem echt leuk en ik wilde hem om. En ik ben weer thuis en ik heb een nieuwe. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En nu even mijn jas en zo uit. Ik ga koken. Ik ga vandaag de aardappel-broccoli taart maken. En ik heb er vragen over gekregen. Dus ik ga ook even laten zien hoe ik hem maak. Dit zijn de ingrediënten die ik gebruik. Ik heb hier 750 gram aardappels. 300 gram spekblokjes. Je kan hem ook met iets minder maken. Maar wij vinden hem iets lekkerder met iets meer erin. 4 eieren heb ik. Een teentje knoflook. Ik heb hier 4 uitjes. Deze zijn heel klein. Normaal zijn het er 2 grote of 3 middel. Een redelijke broccoli. En 200 milliliter slagroom. Dan is het beginnen met de aardappelschillen. En de aardappels en de broccoli in kleine stukjes snijden. Te groot blijft het hard in de taart. Dus het is wel belangrijk dat het kleine stukjes zijn. Ik doe de broccoli altijd gewoon bij de aardappels. Dit gaat nu aan en dit mag 8 tot 10 minuten koken. Het ligt er een beetje aan of je het beter gaar of iets meer gekookt wil hebben. Dat is eigen smaak. Ik kook hem zelf 10 minuten. Dan de oven voor verwarmen. Die mag op 180 graden. En ik heb een wok gepakt. Daar gaan de spekblokjes in. En dan doe ik de uitjes fijn en de knoflook daarbij. Thank you.
ik ga de slagroom met de eieren vast mixen. In een springvorm, dus die heb ik hier dat er wel bakfolie in, want dat sluit er iets beter af. Anders wil die achter nog wel eens leeg lekken. En dan doe ik hem altijd nog invetten. Nu de broccoli en de aardappel bij het spek en de ui en de knoflookcreme. Dit is goed droog roeren, dat het laatste vocht er allemaal uit is, anders wordt de taart heel waterig. En als het ergste kookvocht eruit is, hij stoomt nog wel heel erg, maar het vocht is eruit, dan gaat hij in zijn geheel in de bakvorm. En je moet hem ook goed verdelen en een beetje aandrukken. Anders wordt de taart niet stevig en dan valt hij gelijk uit elkaar als je hem uit de oven haalt. En dan als laatste het mengsel goed verspreid erover. Moet er ook inlopen. En hij staat in de oven en daar mag hij de aankomende 40 minuten doorgaan. En de taart is klaar. Nu moet ik hem alleen uit de vorm zien te krijgen en daar heb ik altijd enorme ruzie mee, dus ik ben benieuwd of me dat vandaag gaat lukken. Nou, voor het eerst enigszins gelukt. Hij is een beetje ingestort hier, maar verder heb ik hem op het bord. En kijk wie er weer thuis is. Ik ben zo blij. En ik heb gezwommen, cupcakes gebakken en dan bij oma nog avondeten. Ja, heb je het leuk gehad? Heb je het leuk gehad? Oh, juffrouw Wiebeltand. Juffrouw Wiebeltand. Ik ben in mijn eentje in de glijbaan geweest, in de groene. Wauw. En dat kan je wel, hè, want daar ga je al heel lang in. Oeh, wat gaat die ver. Spannend. Ik heb nog even snel een vlog geëdit nu. Iedereen slaapt hier namelijk al. En die ga ik morgen renderen, want het is nu 12 uur en anders zit ik. Dat de computer nog, nou, het zal zijn, een uur bezig is. Dus ik ga hem afsluiten. Dan kan ik hem morgen renderen. En dan ga ik nu lekker mijn bedje in. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En natuurlijk een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei!